van de week, zondag, toen kwam het een beetje naar buiten toe van kappers mogen weer open. Toen kreeg ik heel veel berichtjes van, yo, wanneer gaan jullie weer open? En ik van, ja, weet je, ik weet net zoveel als jij. Oftewel, ik weet niks. Aan die onduidelijkheid kwam dinsdag een eind, toen officieel bekend werd dat de kappers vanaf 3 maart weer open mogen. Na een sluiting van bijna 3 maanden kunnen de kappersstoelen natuurlijk niet snel genoeg gevuld worden. Voordat de schaar echt in het haar mag, is nog 1 weekje geduld nodig. Dat mensen zitten te wachten op een knipbeurt bleek wel uit de reserveringen bij Glenn van den IJs, kapper in Wijchen. Ik en mijn broers, wij zitten volgens mij sowieso tot aankomende zaterdag vol. We hebben besloten om ook langer open te gaan. Dus we gaan nu van 9 tot 8 open, van woensdag tot zaterdag en zondag ook extra. Door die grote vraag naar knipbeurten vraag je je af of het niet fijn zou zijn om na zo'n zware tijd de prijs van een knipbeurt te verhogen. En zo het verlies van de afgelopen tijd wat in te halen. We hebben besloten om de tarief gewoon hetzelfde te houden. Want we gaan ervan uit dat mensen wel bereid zijn om er meer voor te betalen. Maar we zijn pas sinds juni open. Dus we zijn nog steeds een opbouwende zaak. Ja. En op het moment dat we nu de prijs omhoog zouden gooien, ben ik zelf bang dat we ook de gunfactor een beetje verliezen. Want iedereen heeft het natuurlijk heel zwaar nu. En het is niet dat wij nu meer kosten gaan draaien. We hebben wel verlies gedraaid in de zin van we hebben geen omzet gemaakt. Maar het is niet dat onze kosten per se omhoog zijn gegaan. Dus daarom hebben we gewoon de prijs hetzelfde gehouden. Voor zover bekend zijn er weinig extra maatregelen genomen voor een bezoek aan de kapper. Toch wordt er goed gekeken naar hoe dit zo veilig mogelijk kan gebeuren. Wat ik heb meegekregen, halen we de wachtplekken weg. Zodat, ja, natuurlijk logisch dat niemand binnen gaat zitten wachten, want dan wordt het dus te druk. En volgens mij was er ook iets over geen drinken meer aanbieden, want dan moet je dus natuurlijk je mondkapje afdoen. Dus zover ik weet is dat het enige dat echt bij is gekomen. Kijk, bijvoorbeeld dingen als de naam opschrijven en de telefoonnummers. Op het moment dat iemand hier een afspraak maakt, hebben wij al die gegevens al. En we moeten natuurlijk bij de ingang checken of ze klachten hebben, maar dat is vanzelfsprekend. En in die tijd dat de klant weggaat, kunnen we ook gewoon weer alles reinigen, zeg maar. Vooral je gereedschappen, daar komt het eigenlijk vooral op neer. Ja, je eigen handen natuurlijk ook. En ja, gewoon de stoel. Van al die maatregelen is een mondkapje misschien nog wel het meest onhandig voor een kapper. Zeker als er bij de oren geknipt moet worden. We knippen gewoon de klant zoals we normaal doen. En op het moment dat we zeg maar aan de zijkant komen, ik laat ze maar vaak gewoon één kant los doen. Heel vaak blijft het mondkapje eigenlijk gewoon een beetje zo hangen. En op het moment... Dus dan doe je dat zeg maar aan alle tweede kanten en dan... Weet je, je kan er op zich wel redelijk snel omheen, zeg maar. Want ik heb ook al collega's gehad die op het moment dat de mondkapjesplicht inkwam... Dat ze zaten van, ja, ik heb al 5 mondkapjes gemold vandaag. Omdat ze met de tondeus net achter dat elastiekje gingen en dan poep, ja. Dat wil je ook niet doen natuurlijk. Uiteindelijk is Glenn vooral blij dat hij en zijn collega's de deuren eindelijk weer kunnen openen. Ik ben er blij mee. Tenminste, ik denk dat... Ja, weet je, we hebben 3 maanden stilgezeten. Dus ja, logisch dat je dan blij bent, want de kosten gaan wel gewoon door, maar je maakt geen omzet.